Een begraafplaats in Roosendaal, zoals er zoveel zijn. De vrouw van Hans Hillerstreum ligt hier sinds 2005. Hij liet een beeld maken, maar dat beeld is nu weg. Ruw afgesneden. In het ergste geval wordt het versmolten binnen, binnen, binnen tien minuten. Dus, dus datgene wat je ja, een heel huwelijk lang, een heel leven lang samen met haar... wordt door zo'n persoon binnen no time naar nou, nou, haar heel geholpen. En dat, dat, dat doet me het meeste pijn. Hij heeft thuis gelukkig nog een replica staan. Ook van brons. Hij wist dat het beeld gestolen kon worden, maar heeft nooit getwijfeld om het op het graf te zetten. Nee, dat, dat is, is het gewoon waard. Het maken van zo'n beeld dat is voor ons een onderdeel van het rouwproces geweest. Het beeld beelden iets uit. Het loslaten van het leven, haar leven. Het wegvliegen van het nieuwe leven. Ons leven, mijn leven, het leven van mijn kinderen. Ja, dat, dat moet gewoon. Het was een bijzondere vrouw. En een bijzondere vrouw behoort een bijzonder monument te hebben. Ik wou dat mensen stilstonden hierbij. Er komt daarom ook iets terug op de plaats. Misschien wel hetzelfde beeld, maar dan van ander materiaal.